Vastgelegd werd hij in de jaren 60, de IJssel. De oevers van de rivier werden volgepakt met stenen om een goede, bevaarbare stroom te maken. Tot tevredenheid van de binnenvaartschippers. Maar nu zijn ze ontevreden, want Rijkswaterstaat wil de oevers tussen Zwolle en Zutphen binnenkort weer gaan ontstenen. Het is gewoon een onzalig plan om dat te doen, ja. Zegt Harm Veuger van de Koninklijke Schuttevaar, de Belangenvereniging voor de Binnenvaart. Het gevolg is dat je dus als je de stenen weg gaat halen, en dan gaan ze dat niet op alle plaatsen doen hoor, want dat, zo verstandig zijn ze dus ook wel, maar toch wel op verschillende plaatsen gaan ze dat wel doen. Het gevolg is dat je dus een afkalving krijgt van de oevers. Het zand gaat de rivier in en je krijgt een verontdieping in de rivier. Dat betekent dus dat de schepen minder diep kunnen laden. En minder laden betekent minder vervoeren en dus minder inkomsten. Als je dus als er 3 centimeter minder water staat, dan betekent dat een schip 30 ton minder mee kan nemen. Nou, dat is al een flinke vrachtwagen vol. Die dan weer over de weg moet. Slecht voor het milieu dus, zegt Schuttevaar. Terwijl het Rijkswaterstaat juist te doen is om de ecologische kwaliteit te verbeteren. Als wij die stenen weghalen, dan kunnen daar de planten en dieren die van nature in de IJssel voorkwamen weer terugkomen. Want door het bestenen in het verleden kwamen de oevers vast te liggen. Ontstonden er stenige oevers en verdwenen de zandstrandjes. Waardoor bijvoorbeeld larven van de libelsoort rivierrombout niet meer op de kant konden klimmen om uit te sluipen en vervolgens weg te vliegen. Maar daar hebben de schippers geen boodschap aan. Ze zijn bang voor verzanding van de IJssel en vervolgens lange wachttijden als die IJssel weer moet worden uitgebaggerd. Je moet er dan niet aan denken dat ze dus een A50 zeggen van nou, we gaan er maar de helft dichtgooien, want we moeten daar dus onderhoud aan gaan doen. Het gebeurt wel eens enkele keer, maar niet structureel. Wat de schippers vooral graag willen is zwart op wit dat de IJssel 3,5 meter diep bevaren kan worden. Rijkswaterstaat ziet de procedure met vertrouwen tegemoet.